1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie en dat aantal stijgt nog steeds. Toch is het een taboe. Hoe gaan mensen om met een geheugenstoornis en wat is de impact voor hun partner en familie? Hoe noemen ze dat ook weer als je het geheugen slecht hebt? Het heeft een naam. Dementie? Dementie, ja. Dat is het, ja.